Wij gaan vandaag knie, rechterlijn en centerlijn naar voren. Dus geen ronde knieën vanaf buiten hier naar binnen, maar van de centerlijn recht naar voren. Belangrijk is, stap in met je standbeen. Standbeen stapt in, wat zie je hier? Het is niet in het midden van mijn lichaam, maar het is iets op de buitenkant van mijn lichaam, zodat die knie rechterlijn naar mijn lichaam heeft. Komt die knie in, op. Je ziet hier, heup is gestrekt, verleng je naar je knie. Die hak hier draait een klein stukje naar buiten. Dus niet recht houden, maar hier die hak naar buiten en dan duw die heup in. Je ziet standbeen op je tenen en zo doet het zo goed als mogelijk doorstrekken. Bam! Zie, het is één timing. Vanaf je teen zet je af, vanaf je teen naar je heup, vanaf je heup duw je de knie naar voren. Nog een keer in, één timing, op. Oké.